Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. We zijn dus vandaag in de Hoekstraat en we gaan een kijkje nemen in Double Beauty. We gaan kijken wat ze op haargebied kunnen met mijn haar vandaag, want ik wil vanavond naar een feestje. Kom maar mee. Uit de brand helpen. Ik heb echt vanavond een feestje en mijn haar moet gedaan worden. Kunnen jullie hier iets mee? Want ik heb echt wel heel erg gehaast. Tuurlijk. Ja? Ja, uiteraard. Top. Zo, zonder afspraak, hè? Dat vind ik wel heel fijn dat ik er zo terecht kan. Tuurlijk. Ja, zeker even. Binnen 10 minuten kunnen wij jou een hele mooie metamorfose geven. Wauw, leuk joh. Supermooi. En door al die kleurschakeringjes geeft het een extra leuk effect. Superleuk. Blij mee. Dankjewel dames. Ik word het lof en je hebt nog een bos krullen. Wat wil je nog meer? 2 koeks in 1. Top. We zijn hier bij Double Beauty. Hè? Waar staan de dames voor? Ten eerste willen jullie even voorstellen. Ik ben Jeanette Blok, Gretia Bouwman en vandaar Double B. En beauty is onze specialiteit, dus die hebben we er achteraan gezet. Hartstikke mooi, ja. Hey, waar is Double Beauty is, leg eens uit. Jullie doen iets met de nieuwe trends, hè? Voornamelijk wat je al zei, van gericht op jezelf. Ja. Dus niet alleen maar kijkend naar de mode van nu. Nee, wij vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt en dat de mode je vertaalt naar je eigen stijl. Zodat je dat zelf uit kan dragen en niet erbij loopt. Zoals een ander vindt dat het moet, maar zoals je jezelf prettig voelt. En jezelf een beauty vindt. En jezelf een beauty vindt. En wij helpen je graag daarbij. Kan je iets vertellen over de nieuwste trends op dit moment in haarmode voor de herfst en de winter? Ja, het hele ijs- en grijsblonde, dat gaat verdwijnen. Het worden weer wat warm blondere kleuren met diverse kleurschakeringen door elkaar. De kopertint, die altijd in de herfst weer heel erg aanwezig is, met ook een diversiteit aan een kleurenpalet, komt helemaal in. De bob in alle variaties komt helemaal terug in het modebeeld. En de curtain bangs, de langere pony, blijft, maar ook de gewone pony, maar dan niet de rechte vormen, maar dan wat losser, komt allemaal in het modebeeld. Wij zijn zelf een enorme fan van lang haar. Ja. En onze specialiteit is ook lang haar. Lang haar, verlengingen, volume, veel, lekker, extra haar erbij. Dus iedereen kan veel haar creëren. Kunnen jullie daar iets van laten zien van wat je bedoelt met haarverlenging? Zeker, wij zijn gespecialiseerd in extensions. En wel in de trends van mooi en natuurlijk haar en niet het haar wat schadelijk is. Dus we zijn echt op zoek gegaan naar waar kunnen we het meeste haar mee creëren en waar kunnen we zorgen voor de mensen dat ze dus geen kale plekken en dat soort dingen kunnen krijgen. Want er is zoveel op de markt. Ja. En weet je, elke naagstylist kan bij wijze van extensie gaan zetten. Alleen het haar wat wij hebben, wij aanbieden, daar zijn wij de enige in. Dus dat maakt ons dan weer een beetje speciaal. Kan je vertellen wat dan het verschil is tussen die kwaliteit haar? Zeker, je hebt zoveel soorten extensions met, Aziatisch, India's haar, overal synthetisch haar tussen, waardoor het weer goed goedkoper is. Maar wij zitten met India's haar heel dicht bij het Europese haar. En dit vormt de mooiste overgang, zeg maar. Naar je eigen haar. Ja, inderdaad.
de overgang van Aziatisch haar op ons Europees haar, dat gaat liggen en dat, ja, het mengt niet. En dit haar mengt juist wel en dat maakt het dan weer zo mooi en natuurlijk. Waardoor je dus niet ziet dat het nep is. Het is allemaal echt. Bijna. Het is allemaal echt. Bijna. Een beetje van de Indiase dames, ja, ja, die heel veel haar hebben natuurlijk. Ja. Ze kunnen best wat missen. Het komt helemaal goed. Kijk, ja. Hey, en wat kan je nou eigenlijk met haarstuk? Ik bedoel, kan je echt van heel kort haar naar lang haar gaan? Of leg eens uit. Ja, je moet wel een beetje lengte hebben. Wil je het helemaal kunnen verlengen? Maar goed, we kunnen bijvoorbeeld ook een langere lok erin maken. Of gewoon gedeeltes wat langere lengtes maken. Maar het mooiste is als je wel ietsje lengte hebt onder het oor. En dan kun je eigenlijk alle haren wel verlengen. En kan je ook van, zeg maar, heel dun haar, wat ik heb, babyhaar. Kan je daar ook? Absoluut, ja? Ja. En ook doordat wij deze tapes gebruiken. Die zijn heel licht gewicht. Dus er hangt geen gewicht aan het haar. Zodat het haar afbreekt of zelfs uit kan vallen. En het vereist ook wel enige professionaliteit met bevestigen. En deze methode is heel snel. Ja. En diverse malen herplaatsen. Ja. Dus daar kan je een aantal jaren mee doen. Het is een eenmalige investering. En in de loop der tijd kan je wel wat tapes gaan vervangen. Maar je kan het constant herplaatsen. Dus na een week, tussen de 8 en 12 weken, is dat verder gegroeid. Dan halen wij het los. Zetten we een nieuwe tape erop en zetten we het weer omhoog. Ook niet tijdrovend. Heel snel en gemakkelijk. En hoe lang zijn jullie bezig dan ongeveer? Dat ligt aan hoeveel tapes je op je hoofd hebt natuurlijk. Ja. Maar ja, laten we uitgaan van 4 pakjes. Dat zijn er 20. Ja. En laten we dan uitgaan van dat je een, zullen we zeggen, half uurtje tot drie kwartier ben je daarmee bezig. Oké. Okay. Het schoonmaken van de tape zelf is meer werk als het uithalen en terugplaatsen. Schoonmaken van de tape? Ik wil lekker volume. Kan ik binnen 5 minuten jouw haar volume geven. Oh, kijk. Ja, dat zit er zo in. Ja. Kunnen jullie laten zien? Ja. Bij Gretia gaan we er even laten zien hoe wij ze plaatsen. Gretia die heeft ook een haarverlenging en volume. Ze heeft 20 tapes op haar hoofd. En dat betekent dus in een pakje zitten er 5 stuks, 5 dubbele. En dat betekent dus dat ze er 20 heeft en dat het een verlenging is aan het volume. We plakken licht tegen donker. Dan krijg je een heel mooi natuurlijk effect. En de lichten hebben een donkere aanzet, omdat niemand eigenlijk meer helemaal licht vanaf de hoofd uit is. Hebben we dan een donkere aanzet, zodat je de tape niet ziet zitten. En dan kan je zien hoe makkelijk en snel dat gaat. In dit geval plak ik de donkere eronder. En de lichten daarbovenop. En dan blijft dat zitten. En kan je er eigenlijk alles mee doen als met je eigen haar. Je kan het gewoon wassen, je kan het kleuren in allerlei vormen, stijlen, wat je wil. En vraag je af, is het slecht voor dit haar? Ja, is het slecht voor mijn eigen haar? Is het ook slecht voor dit haar? Verder kan je eigenlijk alles ermee doen wat je wenst. Wat betekent dat je, als je deze extensions in je haar hebt, dat je je eigen haar gefeund, gekruld of in model hebt gebracht, dat het langer blijft zitten. Het haar vermengt heel mooi met je eigen haar, doordat het Indiaans haar is. En het sluit heel mooi aan op ons Europese haar. Het haar is niet beschadigd, dus de kleurmolecuul is niet aangetast. Want daar hebben ze een hele mooie manier voor om de kleuren op, om de haren op kleur te brengen. En eigenlijk kunnen we met deze twee kleuren bijna alle gewenste kleuren maken. Want ook ik heb deze extensions erin zitten, alleen op kleur gebracht naar mijn haar. Ik ga jullie ook laten zien hoe ik ze eruit haal en weer herplaats. Dat heel makkelijk en snel gaat. Ik doe er een oplosvloeistofje op. Ik maak hem los. En dan zijn ze eruit. Dan zetten wij een nieuwe sticker op en dan herplaatsen we ze weer. Ja. Anders wordt de sticker te dik. Dan krijg je een dikke plakkaat aan je hoofd. En is de kans dat ze eruit komen glijden ook. Schoon.
Inmiddels hebben wij ook klanten die ons al assisteren, die al weten hoe het moet. En dus, zoals we al zeiden, is dit diverse malen terug te plakken. Klinkt een beetje gek, plakken, maar herplaatsen. En is dus je eerste investering vaak eenmalig. En daarna plakken we ze gewoon constant weer terug. Ik vond het super leuk bij jullie. Ik heb een heel mooi kapsel overgehouden. Maar wat als mensen hier willen komen als nieuwe klant? Je mag hier altijd vrijblijvend naar binnen lopen, informatie aanvragen, kopje koffie drinken. En dan gaan we kijken wat er bij je past en welke mogelijkheden er zijn. En dat is altijd heel vrijblijvend, dus je mag altijd binnenlopen of even bellen natuurlijk. Of op een van onze social media's kijken. Instagram, Facebook. Ja. Voor de voor- en nafoto's ook zeker van alle extensions en wat wij doen. Dus ik zou zeggen, zijn jullie geïnteresseerd? Kom kan maar niet in denken dat het niet zo is. Kom gezellig bij Double B. Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats.